Hallo. Hi. We hebben een nieuwe website. Kun je even uitleggen hoe die eruit ziet en waarom? Ja, nou, je ziet hem hier. Dit is onze nieuwe website. We hadden al een paar jaar een andere website. En nou ja, goed, via internet de website is snel achterhaald. En we willen een professionele nieuwswebsite zijn. Dus het was tijd om hem in een nieuw jasje te steken. En wat is er allemaal veranderd? Nou, het design is veranderd, dus hè, dat hij helemaal uitziet, dat het helemaal nieuw is. Maar wat ook anders is, we hebben bijvoorbeeld nu dossiers erop. Nu is het coronavirus helemaal actueel. Dus hier houden we alles op bij van het coronavirus. We kunnen ook een live blog doen. Wat we nog meer doen, hè, qua layout, hè, hebben we nu de twee mooie grote foto's hebben we nu bovenaan. De digitale krant is een stuk professioneler en vernieuwd. We hebben een poll op de website, we hebben berichten mee gebundeld, net als de 1-2 berichten, daar wordt heel veel naar gekeken. We hebben een videoblog. We doen steeds meer met video, we werken steeds crossmedialer, dus ook dat is eigenlijk helemaal nieuw. En wat we eigenlijk nog meer gaan doen, is live video's, dus dat we naar een evenement gaan of naar nieuwsgebeurtenissen en dat we dan eigenlijk live de video uitzenden. Nou, wat wel leuk is, dit is bijvoorbeeld nieuw. Normaal kun je een advertentiebanner op de website plaatsen en die loopt dan bijvoorbeeld voor een maand of voor een jaar mee. Maar wat we nu doen is advertenties uit de krant doorplaatsen naar de website. En dan kan een bedrijf eigenlijk wel heel makkelijk als hij in de krant staat zeggen van nou, ik wil ook op de website. En dan zetten wij hem op de website en dan loopt hij automatisch een week op mee. Dan zijn gewoon letterlijk de advertenties uit de krant. Dus dan krijg je een beetje die verbinding tussen de krant en de website. Oh, fijn. En hoe kan je dan de website vinden? Ja, dat is een hele goede vraag. Want die moet je wel kunnen vinden, anders kun je hem niet bekijken. Maar mooilabi.nl, volgens mij redelijk ingeburgerd ondertussen. Als je daar naartoe gaat, kun je hem vinden. Maar we hebben ook LinkedIn en we hebben Facebook. We hebben Instagram. De Mooilabi Teens, die hebben Instagram. Dus daar wordt ik naar verwezen. Dus we hebben allerlei kanalen die naar onze website toe leiden. Wat ben je nou aan het doen? Ik ben op het moment een nieuwsbericht van Sparta op de liveblog aan het zetten op onze website. Zodat mensen snel op de hoogte zijn van wat er allemaal af is gelast.